In 1973 maakte de BRT een reportage over de reportage. Om een wielerwedstrijd in beeld te brengen is een massale inzet van materieel en personeel vereist. Er was een tijd dat het anders was. Aanvankelijk werkte de kiniast vanuit de wagen. De renners in beeld houden was moeilijk, erbij geraken soms onmogelijk. De camera op de wagen was een verbetering. De cameraman mocht echter de dood niet vrezen. Geleidelijk werden de camera's handiger, de concurrentie scherper. In de beginperiode van de tv werd enkel de spurt in beeld gebracht met vaste camera's. De komst van de mobiele camera's betekende een revolutie. De kijker zat nu samen met de renners in de koers. En sedert er ook een camera in de helikopter werd geplaatst, bereikt het in beeld brengen van een wielerwedstrijd bijna de perfectie. Sportief hebben ze een goede namiddag vanuit Meerbeek, waar wij dan straks de aankomst krijgen van de Ronde van Vlaanderen. U weet het voor de eerste maal dat de Ronde van Vlaanderen aankomt hier in Meerbeek. L'arrivo quest'anno è a Meerbeek. È stato cambiato il tradizionale arrivo a Gentbrugge, che era la periferia di Gand. Ora ci siamo spostati al confine tra le Fiandre orientali. En we zitten hier nu bij de leiders met Van de Vijver in beeld. Dan komt Frans Verbeek daarnaast. Dan zullen we meteen de 13 beter leren kennen. Walter Godefroot hier. Dan hebben we Patrick Sercu, Eddy Merckx. De renners zijn in Gerardsbergen, een van de traditionele breekpunten van de ronde. Ook in de regiewagen stijgt de spanning. Ja meneer, Luc, blijf maar gerust staan. We gaan daar nog de groep nemen als de groep er komt. En daar gaan we vertraging van teruggeven als het de moeite is. Een van die drama's langs de weg. Frans Verbeek heeft bandbreuk. After already having completed 140 miles and the rain which has been threatening all day, a strong gusty wind, and now the rain is beginning to fall slightly as we come back down onto the road. Een kille regen en striemende wind maken de finale nog harder en vooral op de nu gladde keikoppen ook gevaarlijk. En niet alleen voor de renners. Dus aan de leiding nu, Erik Le Mans, in tweede positie Roger de Vlaming, en derde dan Eddy Merckx daar. Roger de Vlaming zal door pech nog uit het leidersgroepje wegvallen en zo gaan ze met vier naar de streep. Eddy Merckx, Freddy Maartens, Erik Le Mans en Willy de Geest. Dit is de laatste rechte lijn met Freddy Maartens op kop voor Eddy Merckx en Erik Le Mans. Maartens trekt zich op gang. Maar Erik Le Mans heeft het initiatief overgenomen. Hij ligt van ver op kop. En dan komt Maartens aanvallen. Maar hij sneuvelt. Erik Le Mans is, zoals Achille Buysse en Fiorenzo Magni, voor de derde keer winnaar van de ronde. Inmiddels zijn de commentatoren aan de herhaling van de sprint toe. En dan toch Freddy Maartens, die zeer goed terugkwam op het laatste. Die merkt die spontaan rechts toe gaf, moreel reeds overwonnen te zijn bij... Beter werd even met de arm geduwd, want daar kunnen we geen bezwaar van noemen.
Freddy Mertens die zich vrijmaakt. Hij komt hier zeer gevaarlijk naast Erik Leman spurten. Wel, ik heb me voorbereid in Nice en daar was de taak dan over de turbine. Dan ben ik met 7 koersen in de benen naar Nomme van Focus gekomen. Ik zal trachten de ronde in Vlaanderen te houden.